Goedenavond, beste mensen. Welkom allemaal. Ik wil u graag welkom heten namens de gemeente Boksel. Mijn naam is Ewout Heijmans. Ik ben kwartiermaker van het Greentech Park Brabant. En ik wil met u even doornemen hoe we er vanavond met elkaar het goede gesprek kunnen voeren. We gaan u vanavond op de hoogte brengen van allerlei ontwikkelingen rondom het Biomassaplein en Greentech. We zullen ook de samenhang daarin proberen weer te geven en iedereen willen informeren. Want we weten ook wel, en u ziet het aan de enorme belangstelling, er is veel belangstelling voor wat er hier gaat gebeuren. Soms uit zorg, soms uit onwetendheid of gewoon willen informeren van wat gebeurt er zo meteen dan. En die snappen we allemaal. Er is ook mogelijkheid om als geïnteresseerd bedrijfsleven vanavond informatie te krijgen. Maar daar organiseren we in elk geval ook nog andere trajecten voor. En zo willen we vanavond vooral iedereen, zeg maar vanuit ieder zijn eigen beweging om hier vanavond te zijn, ook de gelegenheid geven om met informatie weer terug naar huis te gaan. Dus ik hoop dat we op die manier dus een goede avond kunnen hebben. Nadrukkelijk bedoeld, zoals gezegd, iedereen te woord kunnen staan. Dat doen we graag, individueel. Debatavonden zijn er op een ander moment. Nou, en daar, als ik even mag inbreken, ik ben het met de gang van zaken niet eens. Ik vind prima opzet zo, maar als er geen ruimte is om 5 belangrijke vragen te stellen aan de wethouder, dan slaat dit nergens op. U moet mij eens toestaan 5 vragen te stellen waar de wethouder op in kan gaan. Anders klopt hier niets van. Gezegd, we willen heel graag alle vragen beantwoorden. En deze avond is bedoeld om echt iedereen, op persoonlijke titel ook, zeg maar, de vragen te kunnen stellen en te beantwoorden. Meneer Heijmans, u mag alle vragen beantwoorden. U mag nog een avond terugkomen, al is het mij wel 3 avonden. Maar ik moet hier plenair mijn vragen kunnen stellen. Als dat niet kan, is het gewoon een wassen neus. Wat ik wel kan aangeven is dat er alle wethouders hier vanavond zijn en dat u allemaal met u hier in gesprek kunt gaan. Nee, er is maar 1 wethouder ervoor verantwoordelijk, is de heer Van der Wiel. En daar wil ik graag vragen aan stellen. Die moet naar voren komen en die moet je vragen beantwoorden. Nou, zo hebben wij de avond niet bedoeld, niet opgezet, zoals gezegd. Ja, ik snap de vraag, maar... Wij hebben het op dit moment echt anders willen doen. We hebben ook een informatieavond aangekondigd, dat u alle informatie kunt krijgen. Als er bijvoorbeeld in de politieke debat, dat wordt normaal gesproken gevoerd in de gemeenteraad, ga ik vanuit. En daar willen we op dit moment dus op een andere manier de informatie krijgen. Jullie de poorten van Lennis zijn verdicht als jullie het niet gevraagd hadden. Absoluut. Dat klopt gewoon niet. Als hier vragen zijn, dan moeten die beantwoord worden. En dat gaan we ook doen. Dat doen jullie individueel. Achteraf prima, maar als ik 5 belangrijke vragen heb, ben er 8 weken mee doende geweest, dan moeten die gewoon beantwoord worden. Zo is het. Ja. Wat heb ik veel liever dat ik gewoon vertrek en een nieuwe avond maak, die op anders zin deelt en eerst het overleg met ons hoe die avond eruit moet zien. Dat zijn we het mee eens. Ja. Nou, het enige wat ik wil kan aanbrengen. Maar kom, vind ik even naar huis. Dan komen jullie terug. Nou, het enige wat ik u kan aanbieden is dat er een andere gelegenheid, een ander moment. Misschien is het wel zinvol als de 5 vragen gesteld worden. Of jullie moeten het bezwaar tegen hebben dat Ton de 5 vragen stelt. En niet individueel, maar dat jullie daar dan ook op kunnen reageren of niet. Zijn jullie het daarmee eens of stellen jullie iets anders voor? Mee eens? Ja? Wat is het probleem dat meneer Van der Wielde dan antwoord geeft? Nee, maar ik vind het een goed voorstel. We hebben in die zin, als u gewoon, ik ga nu aanbieden dat we hier het plenaire debat voeren. Als u hier vanavond, en dat is het voorstel wat ik ook hoor, wel uw vragen kunt stellen. Dan is dat wat ik u kan aanbieden. Zullen we dat zo doen? Ja. Mijn eerste vraag is eigenlijk aan de wethouder. Een biomassapleinproef in Liemden werd vanwege een dassenburg in het bos langs de werf afgeblazen. Begrijpelijk, dassen zijn belangrijke beesten. Maar hier in Lennesheuvel wonen zo'n 400 dassenfamilies, kinderen en kleinkinderen. Wat is nou het verschil tussen de families hier in Lennesheuvel en de dassenfamilie die in het bos woont in Liemden? De eerste vraag. De tweede vraag. Waarom houdt de gemeente zich niet aan de eerder gemaakte afspraken met Lennesheuvel, uitgifte van maximaal 5000 meter hoogwaardige industriegrond met veel werkgelegenheid?
De derde vraag. Kan de wethouder aangeven welke organische stoffen gekoppeld zijn wat de Rijksoverheid daarover zegt in grondstoffen voor een biomassaplein? Belangrijke vraag. Ik heb dat ook rondgedeeld wat daaronder valt. De vierde vraag. U zegt in het huis aan huis folder in Lennenseuvel, het Krimptechpark, naar behoefte laten groeien op de vorst. En welke omvang is het dan klaar? Als we er ergens mee beginnen en er is geen eindomvang, waar is het dan klaar? En de vijfde vraag. Hoe kijkt de wethouder aan tegen de plannen van de RWE Amercentrale? En ik heb daar een bijlage voor bij gedaan. Ik zal deze vraag afgeven. Daar staat heel duidelijk in dat de REW ook met dit soort zaken bezig zijn. En daar verliezen we absoluut de slag van. Mijn stelling is, eerst een grondige risicoanalyse in Lennenseuvel voor dit gebeuren. En een haalbaarheidsplan op lange termijn. Dank u wel. Nou, dank u wel. We krijgen die informatie. Dank je wel. Nou, nee, mensen, ik hoop dat er ook wat begrip is voor het feit dat zo'n avond voorbereid is. Dat wij weten, en dat wij ook heel nadrukkelijk gevraagd hebben, hoeveel mensen er komen, omdat we weten hoe dat we een avond moeten gaan organiseren. En dat uiteindelijk de hele structuur van de avond anders wordt. Nou, prima als dat is. En dan kruipen we echt niet weg. Ewart zegt ook heel goed van, of vandaag geven we de antwoorden, of dat komt op een ander moment. En als u erop staat dat op dit moment komt, dan geef ik antwoord op deze vraag. Maar we willen daarna wel in de carousel, zoals we hier afgesproken hebben, de antwoorden gaan geven. Want we hebben heel nadrukkelijk gezegd, en dat hebben we ook de afgelopen zondag gezegd, bij de nieuwjaarsbijeenkomst in de Orion, waar ook 140 mensen waren. En dat hebben de mensen daar gehoord. En we hebben gezegd, dit wordt een informatieavond, geen discussieavond. En dat is daar toen in ieder geval ook goed zo op die manier aangekomen. En dan vind ik het jammer als het dadelijk op een gegeven moment hier een politiek spel gaat worden om het op die manier te doen. Maar u heeft recht op antwoorden, dat sowieso, prima. En als ik de vijf vragen hier zie, dan kijk ik daar ook even naar. En waar ik het kan, geef ik er een antwoord op. En dan nogmaals, is het niet de bedoeling dat daarna wij hier een anderhalf uur plenair aan discussiëren zijn, maar dan is er de ruimte. En dan vraag ik ook respect voor u, voor de ambtenaren die deze avond voorbereid hebben en die u op alle mogelijke wijze van dienst kunnen zijn bij het beantwoorden van de vragen per kraan. Denkt u, meneer Van der Wiel, dat deze mensen hier zomaar zijn gekomen en niet erover na hebben gedacht? Deze mensen hebben ook vragen en die hebben er ook over nagedacht. Ja, hoort u nu al wat ik zeg? Ik zeg dat wij heel bewust erover nagedacht hebben dat wij alle mensen hier individueel de antwoorden willen geven. En dat we niet dadelijk twee of drie of vier of vijf schreeuwers hier willen hebben die de avond domineren en geen vragen. Nee. Heb ik het over u? Dan neem ik dat terug. Maar wij hebben heel nadrukkelijk in ieder geval gezegd, wij willen geen avond die gedomineerd wordt door vier, vijf, zes mensen. En dat dadelijk het gros van de zaal naar huis moet, zonder dat die de antwoorden op de vragen gekregen hebben. Wij willen iedereen gewoon ook de antwoorden geven waar men recht op heeft. En dat kan door mensen individueel per kraam te woord te staan. En dat is de voorbereiding van ons geweest, waar we veel tijd in gestoken hebben en zorgvuldig gedaan hebben. En dat wil ik ook graag gevolg aan geven. Maar er liggen nu, want anders zijn we hier heel lang mee bezig met gewoon over die procedure praten. Het gaat veel meer over de inhoud en over de vragen die gesteld zijn. De eerste vraag was, geen biomassapleinproef in Liemde vanwege de Dassenburg in het bos langs de werf. In Lennenseuvel wonen ook 400 dassenfamilies, wat is het verschil? Ja, ik... Mensen, ook in Liemde woonden wat de bedoeling was om daar die pilotfase te beginnen. En daar wonen ook gezinnen omheen. En daar hadden wij, als dit er niet tussen gekomen was, en dat is nu eenmaal de natuurbeschermingswet, waar wij verder gewoon geen enkele rol in kunnen spelen, en dat is de overmacht waarom daar niet kan. Maar in het andere geval hadden wij het daar ook gewoon gerealiseerd. Dat is een besluit, voor alle duidelijkheid, wat door de complete gemeenteraad, door alle partijen genomen is. Die hebben een aantal jaren terug gezegd van, wij gaan aan de slag met het biomassaplein.
En daar is zo toen ook aangegeven, er komt mogelijk, want we hebben nog niet toen uiteindelijk gekozen voor een definitieve locatie, maar wel een locatie, en in al die locaties, daar wonen mensen in de buurt. En wij denken dat we dat heel verantwoord kunnen doen. En als we daar de gelegenheid krijgen om het uit te leggen in de kramen, dan denk ik ook dat dat verantwoord kan. Want ook ten aanzien van de opmerkingen die ik hoor en gehoord heb en gelezen heb, denk ik, van dan kunnen wij heel veel onrust weghalen en dat gaan we dadelijk ook zeker doen. Dan vraag 2. Waarom houdt de gemeente zich niet aan de eerder gemaakte afspraken Lennesheuvel maximaal 5000 meter bedrijvigheid per bedrijf en hoogwaardige industrie met veel werkgelegenheid? Nou, ik vind het een hele volbarige conclusie om te zeggen dat wij ons daar niet aan houden, want daar houden wij ons aan. Want GreenTech willen wij innovatieve bedrijven er hebben. Dan willen wij zoveel mogelijk innovatieve, hoogwaardige technologische bedrijven rond het thema biomassa. En dat zal altijd van ondergeschikt belang zijn. En die vraag die beantwoord ik zo meteen ook. Maar dat wordt dus niet één bedrijf dat daar 10 hectare gaat bestemmen of gebruiken. Dat worden meerdere bedrijven en die passen binnen deze afspraken die wij hier hebben. Dus we houden ons aan de afspraak wat betreft die meters. En we houden ons aan de afspraak dat wij hoogwaardige industrie willen. Want het is niet voor niks dat de provincie hier laaiend enthousiast over is. Dat de halve wereld komt kijken waar wij hiermee bezig zijn. Omdat dit... Nee, maar... Maar mensen, ik vind het prima, ik vind het echt, maar u hebt natuurlijk alle recht om er iets en zeker dadelijk van te vinden, maar ik zou het wel op prijs vinden als we eerst inhoudelijk geïnformeerd worden en als u er dan nog niet gelukkig mee bent, dan heeft u natuurlijk, u hebt altijd alle recht op uw eigen mening, maar dan, laat ik het zo zeggen, dan is het helemaal begrijpelijk, maar laat u eerst informeren wat het is. Want nogmaals, wat ik gezien en gelezen heb, dat klopt niet met de werkelijkheid die er is. Dat had u in het schaduwpas ook, hè? Ja. Het was heel positief en na de rand was het 180 graden omdraaien. Dus... Nee. Gaan we dat nou weer? Ja, als u wilt, wil ik graag de discussie over schaliegas aangaan. Maar ik denk dat niet dit de plek is. Maar nee, maar dat verhaal ligt veel genuanceerder dat u zegt. Want u weet ook wat de rol van de overheid is en zo. Maar ik denk niet dat het verstandig is om daarin uitgebreid op in te gaan. Vraag 3. Kunt u aangeven welke organische stoffen gekoppeld zijn aan wat de Rijksoverheid zegt over grondstoffen voor het biomassaplein? Ja, met alle respect, ik vind het echt te gek voor woorden. Ik heb net ook het briefje, Ton, gekregen van jou. En ja, dit is het briefje waarin staat wat de Rijksoverheid onder biomassa verstaat. En dat heb ik jou uitgelegd toen je op het gemeentehuis geweest bent. Op bezoek, dat konden we wel. Wat ik gezegd heb jou, en dat is ook hetgene wat ik ten onrechte in de krant lees, maar gelukkig heb ik ook gezien dat maandag dat ook gerectificeerd. Het correcte verhaal in het Brabant Centrum Digitaal staat. En ik hoop dat het ook morgen zo verschijnt. Wij hebben heel nadrukkelijk aangegeven. Ja, er is een biomassa-wereld. Die is in kaart gebracht door, want daar refereerde jij aan, door studio Marco Vermeulen. Bij de presentatie was Jacqueline Kramer en de gedeputeerden waren. Want daar wordt op gewezen een presentatie over de biomassa. En daar worden zaken als grootschalige mestverwerking genoemd. En daar worden dierlijke vetten genoemd. En ja, dat herken ik meteen. Maar dat is gewoon de objectieve werkelijkheid. Wat is biomassa? Wij in Bokstel... heb ik ook heel expliciet gezegd. En ik wil ook die garanties vandaag geven. En ik wil Lennesheuvel ook uitnodigen. En dat hebben we ook gedaan in het gesprek met Rondkerk en Orion. Ik wil Lennesheuvel uitnodigen om mee aan de voorkant het bestemmingsplan op te stellen. En ik heb gezegd, en in dat bestemmingsplan, dan kunnen wij vastleggen dat daar geen grootschalige mestverwerking komt. Dan kunnen wij vastleggen welke biomassastromen er wel komen. Maar als er een wereldmarkt is in biomassa, wil dat nog niet zeggen dat wij die allemaal de ambitie hebben om die naar Boksel te halen. Ik kan dat nu al zeggen, die ambitie hebben wij niet ten aanzien van een aantal stoffen. En daar willen we u ook op over voorlichten. Hetzelfde geldt wat betreft de omvang, en die wordt volgens mij
Verder gesteld, ja, dat is vraag 4. U zegt in de huis- en huisfolder in Lennensheuvel het Greentech Park naar behoefte te laten groeien op Fors B. Bij welke omvang is het klaar? Ik heb heel veel verhalen en discussie en onduidelijkheid gehoord over de omvang van het biomassaplein. En ik heb gezegd in individuele gesprekken, ik heb het op alle plekken altijd gezegd, dat biomassaplein is in feite een klein onderdeel van die ambitie om die hoogwaardige technologische bedrijven te hebben. Dat betekent dat dat biomassaplein start met 0,6 hectare. En ik heb ook bij Rondkerk en Orion aangegeven, en ik wil gezamenlijk met Lennensheuvel dat ook formeel in bestemmingsplan vastleggen, dat er geen misverstand over kan bestaan en dat er gewoon procedureel geen enkele mogelijkheid is dat het max de 2 hectare wordt die wij steeds gezegd hebben. Want ik krijg het verhaal van ja, nu 2 hectare en uiteindelijk wordt dat dadelijk 10 hectare biomassa. Ik zeg nee, dat wordt het niet. Nee, dat wordt het niet. En als ik dat 5 keer zeg, dan wordt dat nog niet geloofd. Maar daarom nodig ik u uit om mee dat bestemmingsplan daar aan de voorkant bij betrokken te zijn. En als we daarin vastleggen, dan is het niet meer aan de orde of dat ik zeg, nee, dat wordt het niet, want dan wordt het ook niet. En ik heb, en zal dat ook zeker u daarvoor uitnodigen, en dat is wat Ewart zegt, daar liggen die kaartjes voor, meld u aan, en u bent meer dan welkom om daar met ons mee na te kijken. En dan de laatste vraag, en dan wil ik toch graag aan de ronde beginnen. Hoe kijkt de wethouder aan tegen de plannen van de RWE Amerscentrale. Ja, hoe kijk ik daar tegenaan? Maar je kunt ook vragen hoe dat. Nou, nee, ik zal niet flauw zijn. Maar dit heeft niks te maken. Ja, natuurlijk, die gaan precies hetzelfde. Nee, die gaan niet hetzelfde doen. Die gaan biomassa stoken. Ja, die gaan in de Amercentrale, maar die gaan niet de hoogwaardige. Wat ik hier heb groen gemaakt, deze water staat voor, het is precies hetzelfde. Ja. Ik heb aangegeven. Bij de Amercentrale, daar gaat geen hoogwaardig bedrijvenpark ontstaan, waar bedrijven met biomassastromen gaan experimenteren. Ik zou het heel vreemd vinden, laat ik zo zeggen, als ik zie dat een provincie, 2 gedeputeerden, en ik heb het over alle andere partijen die hierbij betrokken zijn, Jacqueline Kramer, de oud-minister is hier heel nadrukkelijk mee, die zegt, de nieuwe wereld op het gebied van circulaire economie, hoe gaan wij verstandig om met groene reststromen die ontstaat en die begint in Bokstel. Dat is gewoon echt een nieuwe wereld. En, maar goed, bent u het eens met de stelling? Ja. Dat is belangrijk. Ja. Bent u het eens met de stelling? De stelling. 1. Eerst grondige risicoanalyse. Bent u het daarmee eens? Nou, wij gaan in alle opzichten in het omgevingsplan en bij een bestemmingsplan, daar vinden die dit soort risicoanalyses zijn een onderdeel ervan. Dus ik zeg dat er een omgevingsplan gaat komen, een omgevingsvergunning voor het biomassaplein, een tijdelijke, en dat dan een bestemmingsplan opgesteld wordt. En onderdeel ervan is dat ja. Dus zeg ik ja. Een haalbaarheidsplan op lange termijn. Ik zeg ten aanzien van een haalbaarheidsplan, dat we ook altijd hebben gezegd, als wij starten met innovatie en een ontwikkeling die gewoon Boksel op de kaart zet en die echt de toekomst wordt, dan kunnen wij op voorhand niet individueel precies zien welke bedrijven dat er gaan komen, maar wat wij wel kunnen zeggen is dat we in het bestemmingsplan, ja, maar wat we nu aan het doen zijn, meneer Jonkers, is individueel met u aan het discussiëren en daar kunnen we ook aan een kraam. Hè. U had het over collectief. Ik geef hier collectief verantwoording af aan de mensen die hier zijn. En dan stop ik met de individuele discussie. Maar ik zeg dat het kenmerk van Greentech is dat daar gewoon echt innovatieve, hoogwaardige technologie en bedrijven gaan komen. Die daar op kleine schaal aan de slag gaan met biomassa en nieuwe producten gaan ontwikkelen. Die Ewart dadelijk laat zien waar al voorbeelden van te zien zijn. Maar dan gaat het over nieuwe zaken. Dat zijn hoogwaardige technologische bedrijven. En als uiteindelijk hier nieuwe technieken uitkomen en zaken zullen op grote schaal verder
doorontwikkeld moet worden. Dus zeg maar productiefaciliteiten. Zullen die op andere locaties gaan komen? Want dat GreenTech-park, daar gaat die hoogwaardige, innovatieve bedrijvigheid ontstaan. En als je het dus hebt over haalbaarheid binnen de kaders van het bestemmingsplan, ja. Dan gaan we vastleggen, wat willen we nou? Wat voor soort bedrijven? Als je nou vraagt, zeg nou eens precies daar in het bestemmingsplan, dat bedrijf wordt het. Nee, want dan ben je niet met innovatie bezig. Dan ben je niet aan het rondkijken welke bedrijven kunnen wij hier naartoe trekken waar wij allemaal heel gelukkig van worden. Dank u wel Peter. Dank u wel ook voor de bevestiging. Zo. Ik vind het heel goed dat de vragen ook gesteld kunnen zijn, want ik merk dat die ook wel breder kunnen spelen dan enkel individueel. Hartelijk dank en ik wens u een plezierige avond. Dank u wel. Dat het er komt, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat er meer om dat er goed uitgelegd wordt wat daar gaat gebeuren en onder welke condities. We hebben het over een pilot. Wanneer is die pilot geslaagd? Nou, dat is niet bekend. Wat als de pilot niet geslaagd is? Nou, dat is ook niet bekend. Dat zijn onzekerheden die hier leven. Wat gebeurt er daarna? En hoe groot mag het worden? Nou, er wordt wel informatie gegeven in de markt, maar belangrijke vragen worden nog niet beantwoord. En het is ook een beetje jammer dat de opzet van de avond, zoals die nu is gedaan, ook niet de ruimte geeft om plenair vragen te stellen. Je mag vragen stellen op een briefje. En nou ja, juist bewoners vinden het fijn om vragen ook van anderen te horen en daarop door te gaan. Dus dat is jammer. Het is wel goed dat er informatie gegeven wordt. Maar of voldoende is, dat vraag ik me af. Er is ontzettend veel emotie en commotie ontstaan in het begin. Mede door de vragen van Ton Jonkers. Hoe kijk jij tegen die commotie aan? Waarom leeft het zo erg? Het leeft met name omdat er onzekerheid is. En omdat we in Lennezeuvel al een paar van dit soort trajecten gehad hebben. Een KV-station, schaliegas. Het is steeds tegen onze achtertuin aan. En ik denk, los van de vragen van Ton, denk ik dat Ton wel het gevoel weergeeft dat wij een andere informatieavond verwacht hadden als dat er nu gegeven is. En, nou ja, dus de commotie en de emotie zit met name ook daarin. Dus de behoefte van het dorp is, denk ik, met deze avond niet volledig ingevuld. Zou dat de reden kunnen zijn dat mensen uit teleurstelling al vertrekken? Want er zijn al mensen heel snel naar huis gegaan. Dat zou kunnen. Dat moet u de mensen zelf vragen. Dat kan ik niet beoordelen. Maar dat zou wel kunnen. Peter, informatie houden. Maar er is toch wel heel veel emotie. Hoe zie jij dat? Nou, dat zie ik niet alleen. Dat is gewoon zo. Er is in Lennezeuvel heel veel emotie. Maar die is ook opgewekt. Hoe is dat ontstaan dan? Nou, als ik heel eerlijk ben, dan zijn de media toch wel voor een deel verantwoordelijk. Onder andere het eenzijdig plaatsen van artikelen in de krant. Waardoor mensen op het verkeerde been gezet worden. En dan krijg je zo dat de gemeente reageert met we gaan een informatieavond houden. Want als je een normaal debat zou voeren, ja, dan loopt het uit de hand vanwege de emotie. En niet vanwege het verstand. Jij vindt dus als echte Lennezeuvelnaar, hè, zoals je dat zegt, dat zo'n informatieavond wel heel goed op zijn plek is. Ik denk op dit moment moet dat. Je moet eerst een informatieavond hebben. De partijen zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van Lennezeuvel de feiten kennen en weten waar we het over hebben. En als daarna een discussie komt, want we moeten het helemaal niet doen of we moeten het wel doen, prima. Maar niet zonder eerst goed weten waar hebben we het over. De GreenTech Park, daar staat in minivorm al 2 jaar minstens bij helikonopleidingen. Maar goed, Ton Jonkers heeft het ook gezegd. Het loopt natuurlijk wel. Het zou zomaar het risico kunnen zijn dat het uit gaat lopen. En dat het misschien wel 2 hectare gaat worden of nog meer. Ja, en waarop dus ik in mijn ogen gelukkig de wethouder heel verstandig heeft gezegd. Jongens, jullie komen naar de voorkant bij het bestemmingsplan erbij. Je hebt zelf in de hand tot hoever we ermee gaan. Wat we toelaten aan de reststromen, wat niet.
Maar je moet een ontwikkeling waar we nu als gemeente al een paar miljoen voor hebben weggeteld om de grond te verwerven. Door kruisjes, door de malaise van de crisis. Dat geld dan moeten we niet weggooien als we nog één kans hebben om er nog iets van ontwikkeling te laten gebeuren. Dus dat moeten we gewoon doen. Patrick, wat betekent de komst van het Biomassaplein voor Ladonk en Vorst? Voor de uitbreidingsmogelijkheden van... hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, de uitbreidingsmogelijkheden voor de bedrijven in Boxtel wordt daarmee ontnomen. En we zien de laatste jaren al vooral dat heel veel inschaling op het industrieterrein heeft plaatsgevonden. Revitalisering van bedrijfspanden. Alle lege gronden zijn ondertussen goed ingevuld. Er is ongeveer 20 hectare geweest, werd de afgelopen 3 jaar is ingevuld door de ondernemers zelf op Ladonk. Dat is ook natuurlijk een stukje achter inhaalslag na de crisis die we gemaakt hebben. Maar als we dan weten dat de vorst maar 12 hectare is, ja, dan laat zich uitrekenen hoe lang het duurt voordat de bedrijven in Boxtel vorst B zouden kunnen bezetten. En, dus we zouden zelfs voor willen gaan om ook de optie voor C weer terug te gaan winnen bij de provincie. Het zou mooi zijn als we het plan door kunnen schuiven van voor B naar voor C. Voor allebei moet nog steeds een bestemmingsplan worden aangevraagd en georganiseerd. Dus volgens mij is de win-win situatie als we zover komen om dat voor elkaar te krijgen. Maar wij gaan ervoor om Force B toch echt te behouden voor de ondernemers in Boxtel. Anders betekent het een grote aardeslag voor de toekomst en vooral de economische toekomst en werkgelegenheid van Boxtel. Hoe kijk jij tegen de bereikbaarheid aan als dit plan wordt doorgevoerd zoals het nu ligt? Ja, de bereikbaarheid is sowieso een groot issue in Boxtel. Het is de vraag hoe het allemaal gaat uitpakken in de toekomst. We zien nu gelukkig dat de opentijden van de spoor verbeterd zijn. Door andere sluittijden te organiseren, waardoor in plaats van de verwachte 3 kwartier de spoor nu een half uur open is. Dat scheelt echt heel veel. Dus voor ons hoeft er geen fietstunnel te komen. Voor mij mag het blijven zoals het is. Totdat er in ieder geval goede alternatieven gevonden zijn. En de huidige plannen die er liggen, die geven er vertrouwen niet echt. Je hebt natuurlijk hier het begin meegemaakt. Er is natuurlijk wel heel veel wantrouwen. Tenminste, en onvrede. Mensen die al sneller weg zijn gegaan. Mogelijk uit onvrede of omdat ze gedacht hadden dat ze vragen beantwoord zouden krijgen. Althans, plenair. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, bij binnenkomst was ik al verbaasd van de opstelling. Het is iets te vrijblijvend om zo publiek te informeren over zaken waar nog niks over verteld is. Kijk, als we allemaal een hoop voorgeschiedenis hebben, dan denk ik dat ik een van de weinigen ben die nog vrij veel achtergrondinformatie kent. Maar die heb ik zelf moeten opzoeken. En dan ga je misschien voorwaardige conclusies trekken. Dus ik denk de belangrijkste taak hier vanavond zou zijn geweest om juist die onzekerheden te tackelen en de zaak helder te maken. En beknopt samen te vatten wat nou de essentie is van de Biomassaplein. En de Biomassaplein mag ook zeker niet verward worden met een green tech, waar echt wel iets anders is. En hier wordt die scheidslijn niet echt duidelijk gemaakt. Dat vind ik een gemiste kans. Kortom, de avond zou je anders ingericht hebben. Ja, en misschien ook wel verrast door de opkomst. Maar dat had ook alles te maken met onduidelijkheid in uitnodigingen. Dat blijft een terugkerend verhaal. Je moet dit soort dingen serieus organiseren. En ik zou ook mensen vooraf gewoon informeren. Zodat die tijd en gelegenheid hebben om zich in te lezen. Voor die mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Maar er voorkomt discussies of verwarring zoals die zojuist hier plaatsvond. Het was een informatieavond. Ben je nu een stuk wijzer geworden met alle informatie die je hebt gekregen? Ja, ik heb vooral in het begin gemerkt van de avond dat er een opzet was om zeg maar geen plenair gebeuren te hebben. Waardoor iedereen briefjes gaat invullen en vragen gaat stellen. Ja, ik heb er de afgelopen 6 weken aan gewerkt om zeg maar goed te onderzoeken van waar gaat het nou om. En ik had een aantal vragen. En dat wisten ze ook wel enigszins op de achtergrond dat het zo zou gaan lopen. En wilde dan eigenlijk min of meer mij het woord ontnemen. Nou,
Ik loop te lang mee om daar over mijn kant te laten gaan. Dat gaat niet gebeuren. Ik heb wel kunnen zeggen wat ik ervan vond. Ik heb de kritiek in het Brabant Centrum ook gelezen. Die jij hebt, op de voorpagina hebt staan. Daar is een deel van gewijzigd. Hè? Tenminste, qua verslaglegging. Nou heb ik begrepen dat jij na jaren VVD overgestapt bent naar Balans. Ja. Wat heeft die move voor invloed gehad, denk jij, op alles wat dit aangaat? Ja, dat heeft natuurlijk een invloed zoals mensen daar tegenaan kijken. Maar in alle eerlijkheid, ik ben 1 juli van het vorig jaar lid geworden van Balans. Nadat ik me af heb gemeld bij de VVD in Den Haag. Ik heb toen 1 opdracht gehad. Voor mezelf om bij Balans op de achtergrond, want ik sta niet op de kieslijst bij verkiesbare plaatsen, om iets aan de spoorwegplannen te doen. En dit kwam op mijn pad, puur uit persoonlijk interesse vanuit Lennersheuvel, geïnspireerd door Patrick van Loosbroek van Spin. En ik heb hier met geen enkel stuk van Balans gekregen, ik heb hier puur op persoonlijke titel heb ik eraan gewerkt. De mensen die verbanden trekken, kijk, ik ben natuurlijk, eerlijk gezegd, ik ben politiek gebonden aan Bokstel. Ik heb 27 jaar politiek bedreven. Maar of dat nou voor Balans is, of voor de VVD, of voor het CDA, geen enkel probleem. Het heeft daar niks mee te maken. Het is mijn eigen mening vanuit Lennersheuvel gezien. Het is wel een lastige avond zo, hè? Nou, ik vind het een belangrijke avond. Het is gewoon ontzettend belangrijk als wij met dit soort plannen komen, dat we ook goed de omgeving, de betrokkenen, informeren. En dat vind ik een belangrijke taak die er voor ons ligt. Dus nee, ik zie het niet als eerst als een lastige avond, maar ik vind het een belangrijke opdracht die wij hebben om mensen te informeren en vragen te beantwoorden en waar we kunnen zorgen weg te nemen. Nou is het zo dat we horen met grote regelmaat dat de invloed van de provincie hier ook een rol speelt. Had je niet veel beter, in plaats van nu dit allemaal te gaan doen, eerst van onderaf kunnen beginnen met de mensen hier die hier wonen en de mensen en de bedrijven die hier zitten? Nou, wij zijn lang bezig met de plannen rond GreenTech. En ik heb het ook steeds gezegd, dat is een hele belangrijke ontwikkeling voor Bokstel om te kijken hoe dat we gewoon nieuwe innovatieve bedrijvigheid en economie hier naartoe kunnen halen. Dus het is heel belangrijk voor werkgelegenheid en voor economie. En we hebben in dat traject ook lang gekeken van wat is de geschikte locatie. En daar is dus nog redelijk recentelijk naar voren gekomen dat de provincie met name ook heeft gezegd van nou Vos B is de locatie waar je dit soort ontwikkelingen perfect zou kunnen laten landen. De provincie is ook een belangrijke partner in het hele GreenTech gebeuren. Dus nu dat het duidelijk is dat wij die kant op willen, informeren we ook de partijen. Nou is het zo dat ik gewend ben van jullie en ook van jou, Peter, dat vaak dingen eerst met de bevolking worden doorgesproken en dan pas op een ander niveau wordt gedaan. Ik merk dat hier de andere weg gevolgd is. Dat geeft veel emotie, zal ik maar zeggen. Was dat dan niet een betere weg geweest? Nou, ik hoop dat ik dat net uitgelegd heb, maar blijkbaar niet goed. Dat ik zeg dat wij met GreenTech die ontwikkeling, daar zijn we met allerlei partijen bezig geweest, maar wij hadden aanvankelijk nog geen idee welke locatie uiteindelijk de geschikte locatie was. Wij zijn er heel breed naar gaan zitten kijken. Wij hebben daar niet sec naar Vorst B gekeken. Uiteindelijk is er wel naar boven gekomen dat de provincie heeft gezegd in de zoektocht naar het overschot aan bedrijventerreinen, dat die gezegd hebben, Vos B is niet meer geschikt voor reguliere bedrijvigheid. En vervolgens is ook in overleg met de provincie gezegd van, ook door de provincie, maar voor GreenTech, een hele mooie ontwikkeling, wat ook economie en economische bedrijvigheid is, dat thema, dat kan wat ons betreft goed landen. Ja, dat is een zoektocht geweest. Dus vooraf praten met de mensen voor iets waar we zelf ook niet wisten waar het zou landen, dat was niet mogelijk. Op het moment dat dat nou gewoon helder is dat het zo gaat komen, zijn we ook aan het informeren met de omgeving en met de betrokkenen. Toch even dan als laatste. Er is veel
emotie. Men had andere verwachtingen van deze avond dan wat jullie voorbereid hebben. Wat zijn nu de stappen die we kunnen verwachten rondom dit onderwerp? Nou, ik moet ook zeggen dat ik heel veel mensen heb gesproken die de waardering uitgesproken hebben. Die zeggen, het is goed dat je even naar voren gestapt bent om die vijf vragen te beantwoorden. Maar wij zijn heel blij dat wij de kans krijgen om gewoon individueel geïnformeerd te worden door ambtenaren. Kijk, we hebben daar niet één of twee ambtenaren staan. Dat iemand hier kan gaan staan te wachten op een antwoord. We hebben hier 11 ambtenaren zijn die heel betrokken zijn. Die van de hoed aan de rand weten. En iedereen heeft de aandacht gekregen die nodig was. En ik denk dat dat veel grotere waarde heeft. En ik heb het in ieder geval van verschillende mensen gehoord. Dat zij heel blij zijn dat ze op deze manier ook individueel aan hun trekken gekomen zijn. Om de vragen beantwoord te krijgen. Jouw vraag is van wat ga je nu doen? Ja, de volgende stap is wat ik ook aangeboden heb. Hè? Niet vandaag alleen, dat heb ik eerder ook al aangegeven. Wij gaan met een omgevingsvergunning, een tijdelijke omgevingsvergunning voor het biomassaplein aan de slag. Waar, en ik zeg het nog een keer, alleen houtige biomassa komt. Niet de zorgen waarvoor heel veel mensen hier binnenkwamen. Er gaat dadelijk ook grootschalige mestverwerking of iets anders komen. Vette, dat soort zaken. Dierlijke vetten, ik heb, ga ik ervan uit, maar dat heb ik al meer gezegd. Maar hier nog een keer bevestigd, van dat gaat niet gebeuren. Biomassaplein is houtige biomassa. Ik heb ook gezegd dat het beperkt blijft in omvang. En ik heb al de mensen die hier aanwezig zijn, en ook die niet aanwezig, is, of aanwezig zijn, uitgenodigd. Om met ons mee te kijken, mee te werken aan de voorkant bij het opstellen van het bestemmingsplan. Waar geregeld wordt wat we hier gaan doen. Nou, ik durf wel te zeggen dat dat uniek is. Want bestemmingsplannen maken wij als gemeente en leggen we voor aan de bevolking. Nou, hier nodig ik Lennis Heuvel en andere betrokkenen en geïnteresseerden uit. Om met ons mee constructief te kijken hoe dat wij uiteindelijk deze mooie ambitie hier waar gaan maken. Is er nog een kans dat het er niet komt? Ja, je moet altijd serieus omgaan met procedures die er zijn. Als ik zie hoeveel enthousiasme en verwachtingen er zijn op allerlei plekken, en dat is in Bokstel, maar ook buiten Bokstel, hoeveel potentie hier gezien wordt. En nogmaals, het gaat om hele wezenlijke zaken. Het gaat om nieuwe economie, nieuwe innovatieve bedrijven die Boksel op de kaart zetten en die ook voor hoogwaardige werkgelegenheid zorgen. Dat was ook de bedoeling hier. Daar verwacht ik heel veel van. En ik verwacht dus dat wij dit hier gaan realiseren. Maar we gaan het wel via de zorgvuldige procedures doen. En die procedures, ja, die doorlopen we. En dan weten we of dat we door kunnen zetten. Wat voor termijn verwacht u? En ik weet dat dat natuurlijk niet helemaal zeker is. Want voorspellingen doen is altijd lastig. Toch, je wilt nu dit jaar gaan beginnen. Nu beginnen met de voorbereidingen. Op wat voor termijn zou het moeten gaan draaien? Het is nog een proefopstelling, maar op wat voor termijn moet die proefopstelling gaan draaien? Ja, wij willen wel dit jaar een kenniscentrum hebben. Daar is al interesse voor en dat willen we daar gaan realiseren. Waar onderwijsinstellingen, zowel de Bokstelse onderwijsinstellingen, maar ook van buiten, HBO en universitaire instellingen, die kennis rond de verwaarding van biomassa met elkaar gaan delen. En het biomassaplein op kleine schaal, 0,6 hectare. Daar starten wij in ieder geval de omgevingsvergunning traject voor dit jaar. En hopen we dit jaar op te kunnen starten. Betekent dat de eerste houtsnippers dus dit jaar nog al verwerkt worden? Ja, we zullen met het hout aan de slag gaan. En we zullen dus kijken nogmaals. In het begin zal het waarschijnlijk met houtsnippers zijn. Maar de uiteindelijke ambitie is dat wij het hout... want je hebt daar de producten hopelijk ook gezien en gefilmd. Als je al ziet wat voor innovatieve producten er van houtsnippers, van maismeel en dergelijke gemaakt worden. Dus wij hopen vooral dat er zo snel mogelijk uit de vezels van hout gewoon nieuwe materialen gemaakt worden die de wereld veranderen en beter maken. Dankjewel. Graag gedaan.